Dat slaat echt alles. Ik weet dat we unieke dingen hebben gezien deze aflevering. Maar dit product slaat echt alles. Ik mag het eigenlijk niet echt product noemen. Het is meer een dier. Het is een levend dier. Mijn naam is Kelvin, beter bekend als Kalfijn. Ik ben hier samen met de vrouw in een rode jurk met groene bladeren. Nana, hoe heet het vagina? Ik weet niet of je dat ging zeggen. Welcome to the place of being. Yeah. Ik ga er echt niet nog een keer in. Hoe gaat het met je? Goed. Het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Nee. We moeten elkaar wat minder vaak zien. Dat is echt niet waar. Nee, klopt. Comedy. Leuk. Vandaag is de opdracht als volgt. Hier, ik krijg even een envelop achter de camera vandaan. Oh, ja. Dit is echt een spannende opdracht. Dit wordt echt een pittige. Zeg het. Oké. We krijgen vandaag 6 uur de tijd, afzonderlijk van elkaar, om zoveel mogelijk producten voor 1 euro te kopen. Voor 1 euro. Oké, ben je er klaar voor? Let's hit it, let's go! Tijd start nu! Succes! Ik koop nooit je voor 1 euro. Nee. Jawel. Goed, de opdracht van vandaag is vrij simpel. Nina en ik moeten zoveel mogelijk producten van 1 euro kopen binnen 6 uur. Eén regel, je mag niet dezelfde soort producten kopen. Je mag dus wel een kaars en een kaas kopen, maar niet een geurkaars en een knetterkaas. Snap je? Of een taart en een paard, maar niet een slagroomtaart en een chocoladetaart. Oké, duidelijk. Degene die na 6 uur de meeste 1 euro producten heeft gekocht, is deze aflevering de dikste dealer. Let's go! Ik ben nu op de app van Marktplaats. En ik ben gewoon aan het zoeken op dingen van of gratis of een euro of minder dan een euro. Of iets meer dan een euro, maar dan probeer ik gewoon heel lief te lachen. Zodat we het misschien toch voor een euro kunnen meekrijgen. We gaan eerst een poesieposter ophalen. Even aanschouwen. We hebben natuurlijk net een nieuw katje, dus het past precies in ons interieur. Ik heb een adresje in Amsterdam van iemand die een zakje knikkers verkoopt. Voor 1 hele euro. Dus daar gaan we naartoe. Let's go, what's good? Hey. Hey! Dag, ik ben Kelvin. Ik ben Jordi. Alles goed? Ja. Dat is goed. Hey, fijn dat we hier even langs konden komen zo snel. Ja. Voor wat ik zie als er uitziet. Als een knap zakje knikkers. Hoeveel kost die? Dat is 1 euro. 1 euro? Ja. Oké, gaan we dat doen? Ja. Ik heb nog een beetje een brutaal vraag. Heb je misschien nog iets van 1 euro? Ergens liggen? Ik zal even kijken. Ik heb deze... Ja! Dat is top. Vaak voor de kikker. Ja. Classic, man. Je krijgt 1 euro van mij voor het rietje. Ja. En je krijgt nog 1 euro. Omdat je een fucking baas vindt. Oh, dankjewel. Lekker man, box. Ja. Fijne dag. Thanks. Graag gedaan. Spreek je. Doei. Goedemorgen. Ik kom deze even ophalen voor 1 euro. Nou, hartstikke goed. 1 euro van u? Maar ik heb dat gevraagd. Ik denk dat ik. Heeft u nog meer dingen in huis waar u van af wilt? Of nog meer dingen die u voor 1 euro aan mij wilt verkopen? Nou, ik heb toevallig... Het maakt niks uit. Het maakt me niks uit. Oké, dan heb ik toevallig. Dat is een heel mooi spel. En het is nog helemaal nieuw. Je mag maar maximaal 1 euro besteden. Nou, prima. Dat vind ik hartstikke vet. Voor 1 euro. Geef ik u nog weer 1 euro. Oké. En dan wens ik u nog een fijne dag. Nou, jullie ook. Succes, hè. Dankjewel. Een poesieposter voor 1 euro. En een heel compleet nieuw spel. Alles erop en eraan. 1 euro. Tweede adres aangekomen. Dit is Esma, die ik net aan de telefoon sprak. Is het oké als ik die de brillenkoker binnen nu en 10 minuutjes kom ophalen? Ja, prima. Ze wil alleen niet gefilmd worden. Helaas mensen, jullie zullen nooit weten hoe Esma eruit ziet. Maar ze heeft wel fucking veel shit voor 1 euro, dus ik ga het even kopen. Hey. We gaan nu naar het tweede adres. We gaan een studieboek ophalen voor 1 euro. Ja, ze gaf me echt heel veel mee. Was echt super aardige vrouw. Ik heb een brillenkoker, 1 euro. Dan heb ik een handdoek. Voor 1 euro. En dan heb ik ook een kop mok voor 1 euro. Dat is de stand. We gaan door. Ik kom wat ophalen voor 1 euro. Heb je heel toevallig nog iets dat ik voor 1 euro van je mag? Even kijken. Voor een aansteker kopen voor 1 euro. Ja, een aansteker van 1 euro. Nou, dankjewel. Ik heb weer 2 items gescoord. Oké, we hebben een boek van de studie die nooit is afgemaakt. En we hebben nog wel een aansteker. Dat is ook altijd handig. Maar als je het koud hebt, bijvoorbeeld. Dat het niet is vandaag. What's good? Kelvin, we zijn nog steeds onderweg. We zijn inmiddels in Assendelft. Ik heb iemand gesproken die verkoopt iets legendarisch via Marktplaats voor 1 euro. Ik ga nog niet zeggen wat het is.
vind het gewoon veel te grappig. Dus ik wil je even in spanning houden. Vraag je? Ik moet vandaag een opdracht doen. Ik moet zoveel mogelijk dingen voor 1 euro via Marktplaats kopen. En ik dacht, weet je, als jullie toch hier zijn en jullie willen 1 euro verdienen, kunnen we misschien wel even wat regelen. Tuurlijk, zegt hij. Tuurlijk! Oké. Okay. Weet je, dit is het plan. Ik ga hier eventjes iets ophalen voor 1 euro. Dan kom ik straks naar jullie huis, als dat oké is. En dan maken we even Marktplaats account aan. Dan zet je er even iets op voor 1 euro. En dan koop ik het. En dan hebben jullie me onwijs geholpen. Dit is lekker. Hier gaan we. We gaan als een raket! Lekker! Hallo. Hi. Volgens mij word ik iets voor 1 euro gehaald. Ja, heb je toevallig nog iets op de marktplaats staan voor 1 euro? Ik heb deze van toch wel van me. Het is geweldig. Kijk, 2 euro. Helemaal goed. Dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft. We hebben een klok voor 1 euro. We hebben dit voor 1 euro. En we hebben koeienstoffen voor 1 euro. Wie is het beste team? Wij zijn het beste team. Jongens, wat gaan we kopen voor 1 euro? Pokémon poppetjes! Hey! Dan gaan we de allermooiste uitzoeken, want ik mag er maar 1. Ja, ik mag wel meer kopen, maar dat telt maar als 1. Ik ga dan toch voor de classics. Man. Ik ga toch voor Pikachu. Hier is de euro. Fijne dag. En wij gaan weer door. Pikachu, ik kies jou. We gaan door. Naar mijn vrienden. Naar mijn 2 matties van de straat. Als het goed is, hebben ze iets op Marktplaats gezet voor mij. Let's go! Oh, jullie hebben er al iets opgezet? Ja. Ze hebben oké. Ajax Fight. Fight. Nice. Alsjeblieft. En deze. Gasten, dankjewel. Ik wens jullie veel plezier in de zon. Ja. En tot later. Ja. Oké, dat kan. dat is geen probleem. Nee, ik snap het helemaal. Oké, we hebben een man die wil niet gefilmd worden. Die wil ook zijn stem niet herkenbaar in beeld. Ik weet niet waarom. Ik weet niet wat voor crimineel dit is. Alleen hij zei, ja, ik wil je prima dit verkopen voor 1 euro. Maar dan plak ik het onder mijn brievenbus. En dan mag je de euro in de brievenbus doen. Wat is dit voor James Bond 007 shit? Ik heb net op het kantoorpand gebeld. En zij hebben al hun spullen op markt staan, alles. Om gaat af te halen. Maar ja, wij betalen 1 euro. Dus we gaan er zo heen. En we mogen gewoon van alles uitzoeken. En die meneer van net, die kwam ook achter dat er ook nog een vliegtuig op marktplaats had staan. Dus die ga ik ook voor 1 euro van hem kopen. Dus zal ik dan 2 euro? Nou, dankjewel. Ik heb een vliegtuig. Ik heb een knuffel. Ik ben content. Oké, we gaan Kelvin even bellen. Ik ga even heel zielig doen dat ik het niet meer leuk vind en zo, want niemand reageert, bla bla. Hallo? Dag lieverd. Hallo, tegenstrijder van mij. Tegenstrijder? Oh, ik heb weer een berichtje van Marktplaats. Oh, nog een berichtje van Marktplaats. Grapje, nee. Weet je wat een beetje rot is bij ons? Zeg het eens. Nou, niemand wil op film. Oké, ja, dat is een beetje... En iedereen ligt op het strand. Nou, daar heb ik totaal geen last van. Heb jij daar geen last van? Ja, maar ik ben sowieso... Jij bent sowieso vals aan het spelen of zo. Helemaal niet. Ik ben hartstikke hard aan het werk om dit te doen. Volledig volgens de regels. Het gaat echt soepeltjes, je wil niet weten. Oké, nou, dan hang ik nu op. Ongeacht wat er gebeurt, ik blijf toch van je houden. Oké, dankjewel. Doei. Doei. Ah, oh, die heeft stress. Het gaat echt niet goed bij Nia. Ik denk echt serieus dat zij het lastig heeft. Zij heeft een Instagram story geplaatst, zag ik net. Heb je nog iets in huis liggen wat je voor 1 euro aan mij wil verkopen en je woont in Amsterdam of rond Amsterdam? Stuur me de DM en ik kom vandaag langs. Ze zegt, ja, niemand wil op film. Iedereen ligt op het strand. Bullshit. Ik ben al gewoon bij 4 verschillende mensen geweest. Al die kerels op straat, die willen gewoon meewerken. Het is gewoon easy. Je moet het gewoon goed kunnen. Zo simpel is het. Ik ben naar Zaanstad gereden om een plantje te kopen voor 1 euro. Dan hoor ik je denken, hè Kelvin? Een plantje, voor hoeveel dan? Nou, voor 1 euro! Plantje voor 1 euro! Hallo. Hi. Hi. Ik ben Kelvin. Hi Jente. Ik kom voor het pannenkoekplantje. Ik kom voor de pannenkoekplant. Ik weet alleen niet hoe een pannenkoekplant eruit ziet. Dit is een pannenkoekplant? Ja, hij is echt cute. Wat een schattige pannenkoekplant. Dit is hem. Dankjewel hè. Goedjes. Hi, ik kom hier voor Marktplaats spullen.
kunnen ook gewoon een doos meenemen van de MacBook Air. Dan zeggen we dat we de MacBook Air hebben gekocht. We hebben een tas. En een Google-statief. Een keerhanger. Paars. En hoe je je kat naar een topmodel krijgt. Deze dingen. Een map. Een MacBook Air voor €1. Een bel. En een kerstboom. Oké, ik ben daar content. Ik ga even mijn betalingje doen. Ik heb me iets gevonden. Dat is echt... dat slaat echt alles. Ik weet dat we unieke dingen hebben gezien deze aflevering. Maar dit product slaat echt alles. Ik mag het eigenlijk niet echt product noemen. Het is meer een dier. Het is een levend dier. Wat voor dier het is, dat zullen we zo zien. Maar het is in ieder geval een dier voor €1. Ja. Ik ben Kelvin. Nou, wat heeft hier een mooie verzameling. Ja, ik kwam hier inderdaad voor de slak. Ja, we zitten hierin. Tenminste, de appelslak goud. En de voorkeur voor een slak, dat je er eentje uit wil kiezen. Ja, zeker. Ik zou graag die willen, die daar drijft. Nou, wat super. Een slak voor €1. Alsjeblieft. En alsjeblieft. Dank u. Ik heb een gouden slak voor €1 gekocht. Ik heb een slak gekocht. Ik heb een slak gekocht voor €1. Ja. We zijn in Diemen. We kwamen ten eerste voor het gratis glazen schaal voor fruit. Maar ze heeft nog meer. Eigenlijk heel veel. Eigenlijk heb ik geen tijd om deze tegen camera te praten. Het is 4:15. Om 4:00 is de tijd om. Dan stoppen we, dan is het klaar. Dus of je dan nou onderweg bent of al klaar bent, dat maakt niks uit. Het is gewoon een sloes. Ik ben nu onderweg naar een adresje in Almere. En dat is een vrouw die heeft babykleren. Maar naast babykleren heeft ze ook allemaal andere dingetjes. Babyspeeltjes, gewoon allemaal bullshit, slabbertjes, allemaal zulke soort spul. Dus die wil ik echt graag hebben, want dan kan ik gewoon in één klap gewoon fucking veel shit kopen. De navigatie zegt dat het 13 minuten rijden is, dus dat wordt even kar. Dag mevrouw. Je kwam spullen ophalen. Ik kwam inderdaad spullen ophalen en ik zie een hele tas vol met dingen. Ik ga maar uitzoeken wat je denkt dat je kan gebruiken. Knuffels, die hadden we ook nog niet. Dit is fantastisch. Mag ik u een knuffel geven? We waren weer terug. Nina. Hoe gaat het ermee? Is slecht. Ja, gaat het slecht? Ja, ik heb blaren met mijn enkels. Heb je veel dingen gekocht? Ja. We gaan gewoon beginnen. We gaan om en om. Gaan we een product laten zien. Gaan we showen. Een rietje. Met een kikker. Een schaal. Een reiskitje van de KLM. Een pannenkoekenplant. Naaltjes. Klok. Hoe je kat een topmodel wordt. Nice. Een handdoek. Ik heb een slak. Ik heb een slak voor €1. Ik dacht dat er een goudvis in zat. Nee, het is een slakje. Jij bent... Een kerstboom. Waarom heb je een kerstboom? Ik heb een jas. Pikachu, babyspeeltje. Die vind ik wel leuk. Dat dacht ik al. Klerenhanger. En een GoPro standaard. Baby slofjes. Een DVD van de Gooise Vrouwen. Een jurk. En een gloednieuw triviaal spel. Een mok. Twee mokken. Twee mokken. Maar het geldt één. Geldt als één. Een brillentasje. Kaarsstandaard met kerstjaarsjes op. Mooi. En ik heb een leerboek over closing technology. Mag niet. Je had al een boek. Nee, dit is Jawel. Een schoolboek. Nee, de dit regels. Is niet waar. Oké, maar dan ga ik zo meteen ook streng bij jou zijn, hè? Jazeker. Pas op, hè? Jazeker. Ik word nou heel agressief, dat weet je. Oké, dan heb ik hier een tampon voor je. Nou, heb jij die nou? Nee. Of iemand die op Marktplaats staat. Tampon voor €1. Ja. Kleed. Je hebt ook al een handdoek, is toch hetzelfde? Knuffel. Een map. Kattenschilderij. Ajax faantje. Een truitje. Hey. Ik heb een DVD, Best of British Comedy. Zit nog in de verpakking. Voor €1. Een zak Duplo voor €1. Knoopjes voor €1. Een jas. Shampoo. Een BH. Zakje knikkers. Flesje. Van een baby. Van een baby. Nou, dat is gek. Ja, vreemd hè? Nou, dat is echt vreemd, Kelvin. Ik heb gewoon een vliegtuig. Wow. En een broek. Voor €1. Ik heb een babyjurkje. Jurkje. Een jurkje voor een baby. Jij bent echt een pussy gewoon. Pussy, helemaal niet. En ik heb een Supreme sticker voor €1. Een hartekussen voor €1. Oké. Okay. En ik heb gewoon een boxinstallatie. Hé? Voor €1. Voor €1? Voor €1. Wat een prachtige dingen heb jij allemaal. Ik heb... Heb je nog meer babydingen? Een slappertje. Een babybroek. Dit kan echt niet, Kelvin. Koeien sloffen. Ciao.
Oké. Okay. Ja, nee, een baby, een rompertje. Een baby dingetje. En ik heb niks meer. Heb je echt niks meer? Nee. Heb je echt niks meer? Ik heb niks meer. Nou, dan gaan we nog even door. Ik heb verloren. Eindstand is 33-24 voor Nina. Ik ben trots op je. Goed gedaan. Oké, trots op je. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Volgende week weer een nieuwe aflevering van De Dikste Dealer met een nieuwe gast. Nina, dankjewel dat je mee wou doen. En volgende week een nieuwe opdracht. Ik weet niet wat het gaat zijn, maar het wordt een feest. Abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik je dan. Doei!